De werkloosheid daalt richting het laagste niveau sinds 2001. En in de zorg en de bouw dreigen zelfs personeelstekorten. Bouwvakopleiding Espec en Heer Hugo Waard neemt komend jaar 20% meer leerlingen aan. Op dit moment kan ik elke jongen 5 keer kwijt. En kan ongeveer ieder aannemersbedrijf, schilderbedrijf, mensenbedrijf een ontzettend tekort aan leerlingen en heeft ook al die leerlingplekken weer. Dus een leerling loopt op dit moment echt niet langer binnen als gewoon noodzakelijk om zijn niveau te halen. CLS'je toch? Ja. Mijn UWV bood mij de kans om zeg maar, dit traject aan te gaan bij het Espec en daar ben ik heel dankbaar voor. Want je was werkloos? Ik was werkloos inderdaad. Ik zat bij UWV in de uitkering en toen kwam dit eigenlijk op mijn pad en dat heb ik met 2 handen aangegrepen. Alleen al in Noord-Holland komen we voorlopig per jaar zo'n 1000 tot 1200 bouwvakkers tekort. We investeren echt fors in werving, we investeren fors in instroom. Op die manier realiseren we een redelijke extra groep buiten de standaard instroom wat vanuit de VMBO de scholen komt. Ben je nou bang dat je ooit nog werkloos zal worden als je schilder bent? Nee, daar ben ik eigenlijk niet bang voor. Nee? Want gewoon als je juist een goede schilder bent, dan is er altijd wel werk. Word jij een goede schilder? Ja, sowieso. Gegarandeerd. Leerlingen starten bij Espec een opleiding met een baangarantie op zak. Maar dat zullen er de komende jaren toch niet genoeg zijn. Als je het hebt over de aantallen die ik net riep van 1000 man tekort per jaar, gaan we daar niet mee halen. Maar het is wel het meest reële wat er opleidingstechnisch mogelijk is.